Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde hij aan zijn leerlingen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat gij een van de profeten zijt. Daarop stelde hij hun de vraag: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde: gij zijt Christus. Maar hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon hij hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat hij, na ter dood te zijn gebracht, 3 dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: ga weg, Satan, terug, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Nadat hij, behalve zijn leerlingen, ook het volk bij zich had laten komen, sprak hij tot hen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het redden. Woord van de Heer. Amen.